De Nationale Assemblée heeft bij de aanvang van de openbare vergadering vandaag felicitaties uitgebracht aan president Desiré Bouterse, die vandaag zijn 71ste jaardag in besloten kring viert. De fractieleider van DOE, Karel Breeveld, maakte echter meteen van de gelegenheid gebruik om het staatshoofd uit te nodigen zich vaker te laten zien in het parlement. In tijden van crisis het nodig is om de koppen bij elkaar te steken, hier aanwezig te zijn, acute vraagstukken direct en snel met elkaar samen te bespreken en op te lossen. En ik denk dat dit een goede gelegenheid is om dat ook aan de orde te stellen. We zijn in tijden van crisis en ik denk dat het daarom op zijn plaats is om dit te zeggen. We willen heel graag ook de president van de Republiek Suriname feliciteren met zijn 71ste jaardag. We wensen hem heel veel geluk, wijsheid en vooral gezondheid toe, voorzitter. En we vragen de Almachtige om hem ook te blijven zegenen, om dit land, voorzitter, vooral goed te kunnen leiden. We hebben heel veel verwachtingen van hem, voorzitter, dus we kijken uit naar hem. Hij ziet er nog heel jong uit, heel fit uit, dus we denken dat hij nog het land heel goed kan leiden, voorzitter. Namens de fractie willen we ook onze president feliciteren, heel veel wijsheid toewensen en kracht voor het nemen van de juiste besluiten voor ons allemaal, dat we het beter mogen hebben. Dus namens de fractie Partijen Hoor de felicitaties. Naar de president toe, naar de partij van de president toe, feliciteer ik namens de ABOP-fractie de president met zijn 71ste jaardag. Ik persoonlijk weet als geen ander hier in deze zaal dat de president het heel moeilijk heeft. Ondanks alles wens ik hem heel veel kracht en wijsheid toe om de juiste besluiten te nemen. Ook wij delen de bezorgdheid van de president ten aanzien van de criminaliteit en de heersende situatie en hopen dat hij de juiste besluiten neemt. Ook de president wordt mede namens de VHP-fractie gefeliciteerd. Het is weliswaar een hoge leeftijd, 71. Het is niet ieder daartoe beschoren, voorzitter. Maar bij zo'n hoge leeftijd wens je vaak zo'n persoon veel sterkte, wijsheid. En vooral de functie die hij aanvaard heeft. En we weten dat er geen stemming is voor feestvieren. Het land is in crisis. Hij staat als eerste man daar. We zullen vandaag niet zeggen dat hij het land in de crisis gebracht heeft, maar hij heeft kracht en wijsheid nodig om zeker het volk uit deze crisis te halen. We feliciteren u ook met zijn verjaardag, met zijn wijsheid die wij op zijn 71-jarige leeft, maar ook de vitaliteit van een 17-jarige moeten we wel zeker, denk ik, uit deze grondstoffencrisis, waar het rimpeleffect tot die gemeenschap doordringt, daar moeten wij zeker uit zien te komen. En wij zijn ervan overtuigd dat de president die energie heeft en die wijsheid om ons daaruit te geleiden. Vice-president Ashwin Adin en daarvoor de verschillende fractieleiders van de partijen in DNA.